Reis naar Tenerife. Woonkamer. Afscheid nemen. Welkom, dit wordt een vlog met een reis naar Tenerife die voor ons uitdagend is. En als het goed is, komen we terug met een paar conclusies die ons gezinsleven betreffen. Alles is zover ingepakt, ik moet alleen mijn toilettas nog inpakken. Dus ik laat jullie even zien hoe ik dat minimalistisch doe. Dit is het tasje waar ik de spullen in ga doen. Dit zijn de verzorgingsproducten die ik meeneem. Dit is voor mijn haren. Dit zijn wat oorbellen en armbandjes. Ik draag eigenlijk alleen maar oorbellen en armbandjes als sieraden. Mijn scheermesje. Tandenpoets, spulletjes. Dit is het enige wat ik draag aan make-up. Dus rouge. En dit is voor mijn wenkbrauwen. En dit is mijn dagcreme. Mijn make-up en sieraden heb ik hierin gedaan. Mijn tandenborstel gaat in een washandje. Dan ben ik klaar om te gaan. Hi, Sokoloekie! Maarten? Hm? Past dit nog ergens in de koffer? Heel groot, hè? Echt waar? Nee, past niet. Er zit echt net niks in. Ja. Voor een vrouw is dit echt super duper. Pas in jouw koffer. En als het dan niet mee mag, dan gooi je weer in de prullenbak. Oh, oké, prima. Als jij genoegen neemt met deze vrouw zonder make-up en zonder alles. Dan is het mooier als je bent. Dit is wat we meenemen in de auto. Ik heb gisteravond wat boterhammen gesmeerd, wat fruit, wat dips voor de kinderen. Water voor ons en zij hebben hun eigen flesjes. Hoi oma! Hoi! De crew van Wonderlijk Werken heeft ons uitgenodigd om nu de eerste avond meteen aan te schuiven. We zijn net aangekomen, het is rond 6 uur. En we zijn een paar straten van hun verwijderd. En dan gaan we lekker eten daar. Het weer is beter dan verwacht. We hebben net een hele zak boodschappen gekregen hier. Van die lieve Kim en Rob en Steven en Diana voor de eerste dagen. Want we wilden eigenlijk nu naar de winkel, maar dat hoeft allemaal niet meer. Wat een lieverd. En daarachter staan allemaal campers en caravans. Oma, Lea en Nicky. Hier slapen wij. Hier is de woonkamer. En de keuken. En hier is de badkamer. Hier is ons buitengedeelte. Daar zit oma. We hebben de eerste sessie erop zitten. Was echt al super leuk. En nu zijn we dus even als gezin met oma erbij een beetje sightseeing aan het doen. En ik ben Maarten en de kids kwijt.
We gaan zo meteen naar El Modano. El Modano? El Modano. El Modano. Daar is een combinatie van strand, een leuke speeltuin, winkels en cafeetjes waar je kan zitten en werken. Dus we gaan dat combineren. Oma gaat mee om op de kids te passen en Maarten en ik hebben daar een sessie. We gaan achter de laptop wat werk verrichten met de coaches. Dus ja, we gaan kijken hoe het wordt. Kan je zijn staart afgooien? Ja, als die in gevaar is of hij zit vast. Nens. Moe. Waar zijn jullie geweest? Ik wilde een soldaat worden en dan het besturen van een schietauto. Ja, die stond erop, ja. Er stond een jeep met een grote kanon erop, hè? Ja, omdat we worden zo stierig. Ja? Oké, dan. Ja, onze avondwandeling gehad. Ik leg hier de handen op, die moet erop. Dank u wel, lieve oma. Ik kom wel lekker voor je. Kom hier even voor. We maken een roadtrip, waar gaan we heen? Naar de vulkaan. Niet uit Marsta. Nee, hè? Het is een slapende vulkaan. Yes. Je bent ook echt een kind van je moeder, hè?
Laatste avondje van de bootcamp tegemoet. Lekker met tapas. En dan is het afscheid nemen. En dan nog een paar dagjes als gezin op Tenerife. Oh, 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 oh